Ja, we gaan unboxen en in elkaar zetten van deze fatbike. Veel plezier in deze vlog. Zo, dan gaan we deze doos dus eventjes uitpakken. Ja, ik ga het doekje erbij pakken. Ja, daar was ik al een klein beetje bang voor. Instructieboekje in het Engels. Zo, de fiets staat inmiddels in elkaar. En ik ga de accu's opladen en dan nog de laatste kleine dingetjes even nalopen, nog even vaster aandraaien. En dan zou een testrondje kunnen draaien, of rijden. Het is inmiddels 4 uur, ik heb er 2,5 uurtjes over gedaan. Maar je kent het wel als je dit voor de eerste keer eraf doet zo. Ja, dat is een mooi displaytje, hè? Ja, dacht ik ook. Nou, volgens mij zit er ook nog eentje hier achterop. Ja hoor. Nou, dit is wel een andere. Maar is wel net hetzelfde. Ik heb ook overigens remlicht. Dit is gewoon mijn remlicht. En ik heb hier van die ledlampen in zitten die zo bewegen als ik rechtsaf ga of zo. Of in dit geval linksaf. Nou ja, zoals je ziet heb ik best wel een leuke fiets. Ik denk dat de achterband toch een klein beetje meer naar achteren zit of wat dan ook. Zodat ik hier zo wat meer ruimte heb waar het zitje dan eventueel op zou kunnen. Ja, die doe ik het niet op. En ja, nou eventjes maar wachten totdat het wat droger wordt. En dan even een rondje fietsen. Maar eerst maar eens even de accu's opladen.